Hallo diva jongens en meisjes, welkom bij de Casa Diva podcast, aflevering 44. Mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutch Wool Diva, een webwinkel in handgeverfde garens en spinwol en nog meer handwerkartikelen. Welkom allemaal, hartstikke leuk dat jullie een kijkje komen nemen bij mij in de creatieve keuken. Als je nieuw bent hier, dit is een podcast over breien, haken, spinnen, borduren, naaien. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ik doe het wel. En ook deze week neem ik je weer mee in wat ik zoal gedaan heb. Hallo allemaal, de Tour de Vlies is in volle gang nu. We zijn nu een dikke week bezig en er komen heel veel mooie garens al voorbij in de Dutch Wool Diva groep op Ravelry. In het Tour de Vlies draadje. Maar ook op Instagram word ik regelmatig getagd met de hashtag Team Diva TDF 2021. Het is echt ontzettend leuk om te zien hoe actief iedereen is met het spinnen van draadjes. Zelf heb ik deze week ook nog even kunnen spinnen tussendoor. Ik had twee zakken van deze zakken vol met fluffjes. Dat waren verschillende stukken lontwol en lonten die eigenlijk net geen 100 gram waren. Uiteindelijk heb ik alles op een hoop gegooid en had ik iets van 300 gram. Die heb ik in twee verdeeld en allemaal fluffjes ervan gemaakt. En de eerste zak is dus leeg, dus die heb ik al opgesponnen. En dat is deze geworden. Je ziet dat het een behoorlijk volle klos is en er kan op deze klos kan er zeker 200 gram wol. Dit is 150 gram. Dus ik moet er nog één. Deze moet dus nu getwijnd worden. Daar maak ik een twijnballetje van en dan kan ik hem vanuit de binnenkant van het balletje en de buitenkant van het balletje kan ik die twijnen. Dus dan krijg ik een tweedraads garen. Er zaten wat stukken tussen die waren, er zit BFL tussen, er zit Rambouillet tussen, er zit, nou ja, van alles zit er tussen. En ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal eruit komt te zien straks als het garen een badje heeft gehad en het getwijnd is en het droog is. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het dan aanvoelt. Want het zijn best wel veel verschillende soorten wol door elkaar. Ik ben daar nooit zo bang voor. Ik gooi echt alles door elkaar. Of het moet echt... Ik ben niet zo van de prikwol combineren met zachte wol. Want die prik ga je altijd voelen. En dat vind ik dan zonde van de zachte wol. Om die er tussendoor te gooien. Dus, maar qua soorten. Als het maar zachte wol is. Want BFL is zacht. Blueface Lester. Merino is zacht. Rambouillet is ook heel zacht. Dus dat vind ik eigenlijk nooit een probleem om dat allemaal bij elkaar te gooien. En dat doe ik dan ook gewoon. Ook al zijn de vezels, de stapellengte noemen ze dat, zijn soms verschillend van formaat. Daar hou ik me nooit zo mee bezig. Ik zeg ook altijd, volgens mij kun je nooit iets verkeerd, echt verkeerd doen met het spinnen van garen. Want uiteindelijk bepaal jij hoe je garen wordt en er is geen spinpolitie. Dus ik gooi gewoon alles door elkaar als het maar een beetje bij elkaar past qua kleur. Dat vind ik dan belangrijker dan of het zo'n vezellengte heeft of zo'n vezellengte. Dat doet er niet zo toe. Ik had ook nog wat stukken ertussen zitten, die zie je hier ook zitten. En dat is overwegend rood-roze. Dat waren blends die ik vorig jaar in de shop had liggen. En daar had ik ook nog stukjes van over. Dus voor een extra kleuraccent heb ik die erdoor gegooid. Omdat in sommige handgeverfde wol ik ook van dat rode had zitten. Dus ik ben heel benieuwd wat die kleurpopjes eigenlijk doen straks in het garen. Volgende stap is dus een twijnballetje maken, dan twijnen en dan de volgende keer dan zul je waarschijnlijk wel het garen zien dat het af is. Dat was het eigenlijk op het gebied van spinnen. Deze week was voor mij een hele drukke week. En er kwamen wat privé dingen tussendoor, dus ik heb voor de rest eigenlijk niet zo heel veel kunnen doen behalve het spinnen. Want het haakproject, ik had met mezelf afgesproken, die heb ik niet eens gepakt, zie ik net. Ik had afgesproken dat ik 6 rijen per dag zou doen van het patroon. En de eerste 2 dagen lukte dat ook wel. Maar halverwege de week kwam ik dus
op een punt dat ik moest gaan minderen. En dat ik het patroon moest gaan lezen. En ja, dan moet ik toch... Ik kon me niet focussen. Er waren te veel dingen om me heen die mijn aandacht vroegen. En dan kan ik me niet focussen op het patroon. Dus ik heb het maar gewoon aan de kant gelegd. Totdat ik straks ook de boxen van Holland Handwerk Geluk allemaal de deur uit heb. En dat is volgende week. Dat moet voor de 10e binnen zijn. Dus en dan hoop ik dat ik daarna dat haken weer op kan pakken. Want ik merkte gewoon dat ik me er niet op kon focussen. En het enige waar ik eigenlijk aan toe kwam was dus een beetje het spinnen. Omdat je daar hoef ik niet over na te denken. Dat gaat allemaal vanzelf en dan kan ik een beetje uit het tunen. Dus het haken is er niet van gekomen. Nou, de andere twee activiteiten zoals breien en borduren, dat had ik sowieso al op een lager pitje gezet. Maar ik had natuurlijk ook naaiplannen om twee broeken te maken. Nou, dat is ook compleet in de soep gelopen. Ja, ook omdat je gewoon... Ik maak een planning. Iedere week maak ik een planning. Ik doe een poging tot, hè. Ik bedoel, ik maak een planning. 9 van de 10 keer komt die planning nooit uit. Want er gebeurt altijd wel wat in mijn leven. Maar goed, ik maak een planning van waar echt de prioriteit bij ligt. Nou, in dit geval was het dus de Holland Handwerk Gelukbox. Dat is echt een prioriteit, want er zit een deadline op. Dus daarnaast ook natuurlijk nog het verven van bepaalde garens. Daar zit ook een deadline op. En voor de rest, ja, de dingen die ik dus als hobby doe of als erbij doe, dat ja... Daar schuif ik dan maar mee, want dat is voor mij de enige mogelijkheid om het dan allemaal spits te krijgen. Dus ik had deze week had ik gehoopt het patroon uit te draaien en dan in elkaar te zetten en dan vervolgens de stof te knippen. Nou, dat is dus allemaal niet gelukt. Maar goed, weet je, het vergaat niet. Volgende week ligt dat er ook nog wel. Maar ik denk dus dat ik pas na het versturen van alle spullen voor de Holland Handwerk Gelukbox, dat ik pas daarna een beetje rust in de tent krijg. En dan kan ik me misschien wel concentreren op het naaigebeuren. Dat hoop ik tenminste, want ik heb in de tussentijd nog wel weer een nieuw patroon gekocht. Van Love Notions, dat is de Lyric Dress, dat is deze. En ja, dat vind ik toch wel een heel erg leuk zomerjurkje. En die wil ik toch eigenlijk wel binnenkort maken. Maar dan zal ik eerst even op zoek moeten gaan in mijn stash, met mijn stoffenstash, of ik daar wel voldoende stof voor heb. En anders moet dat wachten tot na de 20e. Want dan gaan Natas en ik weer een keertje op dinsdag naar de stoffenmarkt in Doetinchem. Om naar stofjes te kijken. Het is niet dat ik echt wat nodig heb of zo, maar... We zijn al ruim een jaar niet geweest. We zijn niet naar Doetinchem in ieder geval, want de markt was natuurlijk gesloten. Of tenminste, alleen levensmiddelen kon je kopen. Dus de stoffen, dat was er allemaal niet. En heel veel van dat soort kramen hebben ook geen website. Die verkopen alleen maar op de markt. Dus ja, dan word je toch wel een beetje beperkt. Nou zijn we natuurlijk een paar keer naar Carteris geweest in Oosterhout. Dat is een stoffenhandel en daar hebben ze ook heel veel stoffen, hoor. En daar zijn we geloof ik twee keer geweest nu. En dat is ook wel heel fijn, want daar kun je eigenlijk altijd wel iets vinden naar je zin. Maar ja, ook qua prijs zijn ze natuurlijk wel ietsje duurder. En wat ik zo fijn vind aan de markt is dat je gewoon veel meer kramen hebt. Maar ook dat je dan zeg maar de mogelijkheid hebt om eens wat andere stoffen of couponnetjes of... dat je die daar kunt scoren. En die heb je dan bij Carteris weer niet. Dus ik kijk daar erg naar uit. Dus mocht ik geen stof hebben voor die jurk, dan... ik denk dat er toch wel zo'n 2,5 meter in zit. Dus dat wordt dan een beetje krap. Want zoveel grote lappen heb ik eigenlijk niet. Ik heb voor die broeken. Maar ja, dat is een te saai stofje om daar een leuke jurk van te maken. Dus we zullen zien. Na de 20e dan zullen er vast wel weer wat stofjes bij komen. En mocht ik nou voor die tijd wel een lap vinden die groot genoeg is, dan probeer ik die jurk er in ieder geval nog een keertje tussen te proppen ergens. Tja, allemaal plannen en of ze uitkomen, dat zien we dan wel weer. Dan gaan we door naar het vragenrondje.
En de vragen die ik deze week ga beantwoorden, die komen allemaal van dezelfde persoon af. Dat is Dirkje. En Dirkje heeft in totaal maar liefst 5 vragen gesteld in dezelfde mail. Dus die ga ik alle 5 ga ik proberen om ze te beantwoorden. De eerste vraag is, wat geeft je inspiratie voor de kleuren en de kleurnamen? En ik moest hier wel een beetje om lachen, want ze had erbij gezet van ja, ik snap niet dat niemand nog die vraag heeft gesteld. En toen dacht ik ineens van ja, maar die vraag die heb ik al beantwoord. En toen ben ik eens terug gaan kijken en wat blijkt nou? Inderdaad, in podcast nummer 36 heb ik die vraag al beantwoord. En dat is niet eens het grappige. Het grappige eraan is dat die vraag gesteld werd door Marloes. En Marloes is de dochter van Dirkje, dus dat vond ik dan wel weer grappig. Ze hebben allebei hetzelfde idee. Maar kennelijk was ze vergeten dat ik die vraag dus wel al een keer beantwoord had. Ik zal hierboven een linkje plaatsen naar die andere podcast waarin ik dus die vraag al beantwoord over kleurnamen en de inspiratie van kleuren. Dus, maar ik vond het wel zo grappig dat moeder en dochter dachten hetzelfde. Alleen er zit een paar maanden verschil tussen. Ach ja, vraag 2. Heb je wel eens iets geverfd wat naar jouw idee grandioos de mist inging en daarna toch verrassend succesvol was? En wat doe je met mislukte kleuren? Het is inmiddels ruim 10 jaar geleden dat ik begon met verven. En zeker in de begintijd heb ik echt wel eens kleuren geverfd die we nu onder de categorie clown barf scharen. Maar gek genoeg was er altijd wel een koper voor. Dus ook in de tijd dat ik dacht van nou, ik weet niet of dit wel zo mooi is, is er altijd iemand die dat wel mooi vindt. Dus het gaat er niet om wat ik mooi vind, het gaat er uiteindelijk om wat degene die het koopt of die het mooi vindt, ja of nee. Dus er zijn ook wel eens wolletjes geweest die de shop niet gehaald hebben, omdat de kleur me niet beviel. Een van de trucjes die ik door de afgelopen jaren heen geleerd heb, is door dat je altijd wol kunt oververven. Als er wel eens een kleur was die me niet beviel, dan ging er gewoon nog een kleur overheen en dan was die meestal wel geschikt voor de shop. De kleuren die hier het meest voor geschikt zijn, zijn natuurlijk de wat donkerdere kleuren, zoals navy, donkerblauw en grijs bijvoorbeeld. Maar ik heb ook wel eens geluk gehad met het oververven in rood of zelfs in geel. Want het geeft een extra diepte aan het garen. Een kleur die bijvoorbeeld niet zo mooi is, kan met een overdye, met een extra kleurlaag eroverheen, wel hartstikke mooi worden. En de mengkleuren gelden natuurlijk gewoon, hè? Dus als je geel hebt en je gooit daar blauw overheen, wordt dat groen. Dus op het moment dat je die geel niet zo mooi vindt en je doet er een blauwe overdye overheen, wordt het dus groen. Dus dat zijn de trucjes die je leert door de jaren heen, waardoor je op die manier niet echt blijft zitten met garens die niet verkopen. Die kleurstellingen halen over het algemeen niet nog de shop daarna. Dus dat ga ik niet nog een keer verven. Dat zijn batches van 4 tot 6 strengen. Dan blijft het daar ook bij. Want vaak als het meer dan 4 kleurlagen wordt, dan is het te veel werk om dat te verven en dan is het niet rendabel meer. Dan ben ik te lang bezig met 1 bepaalde kleurstelling. Dus er zijn niet echt kleuren die heel lelijk waren, die toch succesvol werden, want zover liet ik het meestal niet komen. Dus ofwel er ging verf overheen, ofwel er was op dat moment echt wel iemand die het op dat moment zag zitten. En die kocht dan de streng op en dan verfde ik het gewoon daarna niet meer. De volgende vraag. Heb je wel eens iets op verzoek geverfd wat je beslist niet mooi vond? Of waarvan je dacht dat het niet mooi was, maar uiteindelijk toch een droomkleur bleek te zijn? Nou, eerlijk gezegd heb ik niet heel vaak op verzoek geverfd. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik dus minimaal 4 strengen moet verven om het rendabel te laten zijn. Ik verf nooit 1 streng. Ik doe wel eens proefjes, maar dat is te veel werk voor verzoekjes. Want ik kan er nergens mee naartoe. Op het moment dat ik dan maar 1
streng verkoop aan iemand en ik heb er 4 geverfd, dan blijf ik met die andere 3 zitten. En dan is het aan mij om die te verkopen. Maar als dat net niet is wat loopt of wat mensen mooi vinden. Het is iets heel persoonlijks. Hè? Iemand zoekt een kleur die bij een bank past of zo. Of die bij een jasje past. En dan is het hartstikke lastig om dat te verven. En dan vervolgens te zeggen, nou die gooi ik wel in de shop. Kijk, soms gebeurt dat natuurlijk wel eens. Maar daarom nam ik eigenlijk nooit verzoekjes aan. Wat ik wel deed, was dan kijken met de bestaande kleurstellingen. Of ik dan niet een kleur eruit kon halen. Dus dat van verschillende laag. Want de meeste strengen die ik verf, die hebben zo'n 3 kleurlagen of 4 kleurlagen. Dus ik kan er altijd een kleurlaag uithalen. Of iets tweaken of aanpassen dat het dan net wel is wat je wil. Maar dat is eigenlijk alles wat ik dan voor je kan betekenen. Dus echt op verzoek verven van 1 of 2 strengen, dat doe ik dus eigenlijk niet. Omdat dat gewoon voor mij niet rendabel is. En het moet natuurlijk wel, ja, dan moet je zakelijk zijn en zeggen van ja, dit gaat hem gewoon niet worden. Het is of 4 strengen afnemen of ja, of niet. Maar je moet soms ook wel eens mensen teleurstellen. Dat is wel zo. Dan vraag nummer 4. Is je kleurkeuze veranderd gedurende de tijd dat je met Dutch Wool Diva bezig bent? Kleuren raken natuurlijk in en uit de mode. Maar ze bedoelt eigenlijk of ik veranderd ben door het verven. En waardoor ik nu op dit moment andere keuzes maak dan nou ja, zo'n pak een beet 5 jaar geleden. Ja, mijn kleurkeuze verandert eigenlijk met het seizoen. Maar ook naar gelang mijn eigen gemoedstoestand. In de lente en in de zomerperiode merk ik dat ik gewoon vaker naar lichtere kleuren neig. En in de herfst en in de winterperiode ga ik meer voor de moody kant. Dus de wat donkerdere kleuren en de wat diepere kleuren. En als ik blij ben, dan knallen mijn kleuren meer. Dan krijg je wel de felle kleuren en het knalroze bijvoorbeeld. Maar er zijn ook periodes dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. En dan verf ik dus meer de tonals en de semi-solids. En dan ga ik meer voor een gelaagdheid. Dus het is heel erg afhankelijk van hoe ik me voel en ja, hoe ik op dat moment in het leven sta. En bij het creëren van nieuwe kleuren begin ik meestal met het noteren van een basisrecept. Ik weet natuurlijk ongeveer, ik kan inspiratie halen uit heel veel dingen. Foto's, maar ook muziek, maar ook teksten. En nou ja, gewoon hoe ik me voel dus. Dus ik begin meestal met een idee wat ik in mijn hoofd heb. En daar ga ik een recept bij schrijven. Dus ik begin met een basis van een verfrecept. En dan begin ik met de eerste laag kleur. En dan gaat er een tweede laag overheen. En dan op dat moment besluit ik of ik de goede richting inga. En kies ik ervoor om nog een derde laag toe te voegen. En nog een vierde laag bijvoorbeeld. Maar ik kan ook besluiten om na 2 lagen of na 3 lagen te zeggen, het is genoeg zo. Want op dat moment voldoet het wolletje aan mijn eisen van hoe de kleurstelling, hoe mijn gevoel zeg maar is en of dat past bij de kleurstelling of dat de kleurstelling past bij mijn gevoel. Dus ik werk heel erg vanuit mijn gevoel en ik heb wel eens geprobeerd om andere technieken zoals bijvoorbeeld spekkelen te gebruiken. Omdat dan dat toevallig dan heel erg goed verkoopt. Maar ik merk gewoon dat het niet mijn manier van verven is. Ik doe het soms omdat ik het dan iets vind toevoegen. Maar mijn basis is eigenlijk altijd de gelaagdheid in kleuren. En ik hou nou eenmaal van diepe kleuren en laagjes. Dat maakt mijn stijl ook weer anders dan alle andere ververs. Grappig genoeg herken ik mijn eigen garens ook gewoon. Als ik ze tussen andere garens zie liggen en ik zou de labels niet zien, dan herken ik mijn eigen verfstijl. En er zijn ook andere mensen die dat al hebben, die op een beurs dan van verf al zien van, oh, daar is de stand van Dutch Wool Diva. Want mijn garens hangen er en ze zien natuurlijk die kleuren en ze weten, dat is mijn stijl. En dat is wat ze aantrekt. En dus nee, ik verf niet naar aanleiding van mode. Daar kijk ik eigenlijk niet eens naar. Ik verf gewoon op dat moment wat voor mijn gevoel juist is.
En dat werkt voor mij veel prettiger dan proberen de trends te volgen of de mode te volgen op dat moment. Dan de laatste vraag alweer. Het is wel een heel verhaal hoor. Een paar jaren terug hadden we een draadje in de Diva-groep waar iedereen per maand inspiratie kon aandragen. Dat deden ze dan door middel van foto's. Komt dat nog terug of heb je zelf genoeg ideeën? Nou weet ik dat heel veel mensen dat leuk vonden. Echt. En, maar voor mij werkte dat echt heel beperkend en heel benauwend. Juist omdat ik dus zo ver vanuit mijn gevoel... is het recreëren van een kleur van een foto of is voor mij gewoon een enorme opgave. Dus hoe graag ik mensen ook wil plezieren, komt dat dus niet meer terug. Ik denk dat de reden van mijn succes als indie dyer en het feit dat ik het dus al ruim 10 jaar doe, ook te maken heeft met het feit dat ik geleerd heb om te kiezen voor mezelf en wat mij gelukkig maakt. En niet voor het geld wat een ander er misschien voor over heeft. Ik heb in mijn leven best wel heel veel keuzes moeten maken die niet direct het beste waren voor mij. En nu op dit moment denk ik dat ik gewoon ook daarin een keuze heb moeten maken om gewoon te kiezen voor mijn manier van verven. En het feit dat ik het dus doe vanuit mijn gevoel, want dan kan ik iedere dag in principe nieuwe kleuren verven. Maar als ik dat moet doen binnen een kader wat een ander opstelt, dan raak ik afgestompt en dan is mijn inspiratie weg. Iedereen kan leren verven. Je kunt een kleur gewoon recreëren. Dat kan. Maar niet iedereen kan wat ik kan. En ik word niet gelukkig van het recreëren van het idee van een ander. Ik word gelukkig van de kleuren die ik maak. En dat ik daar tegelijkertijd ook heel veel anderen gelukkig mee maak. Dat is heel mooi meegenomen. Maar... ik denk niet dat ik het zo lang had volgehouden als ik alleen maar bezig was geweest met wat een ander wil. En niet met wat mij gelukkig maakt. Want dan was ik denk ik veel eerder gestopt met het verven van wol. Want het is lichamelijk, is het gewoon ook heel erg zwaar werk. En het vergt ontzettend lange adem om hier je brood mee te verdienen. Er zijn in de afgelopen 10, 12 jaar dat ik dus bezig ben, zijn er maar 1 of 2 ververs die nog over zijn. En daar ben ik er één van. Dus ja, ik bedoel maar, dan moet je gewoon keuzes maken. Dat kan niet anders. Dus. Maar goed, ja, helaas dus, dat komt helaas niet meer terug. Nee. Maar misschien dat iemand anders de noodzaak voelt om dat op te pakken. En als ze daar gelukkig van worden, moeten ze dat zeker doen. Maar ik word er dus niet gelukkig van. Dus vandaar dat ik die inspiratiedraadjes dus niet meer terug laat komen. Goed, tot zover de vragen van vandaag. Dankjewel Dirk in ieder geval voor jouw ingezonden vragenlijstje. Heb jij nou ook een vragenlijstje of gewoon 1 vraag, dat mag natuurlijk ook. Stuur die dan naar vraag@dutchwildiva.nl. En dan probeer ik die in een volgende podcast zo goed mogelijk te beantwoorden. Dan nog de shop-updates van deze week. De nieuwe garenzet van de maand juli, die is geverfd. En het is weer een mooie geworden, al zeg ik het zelf. Het lastige alleen van deze kleurstelling was een bijpassend garen vinden voor de mini-streng. Maar goed, nou wordt het ineens heel donker, dus ik heb heel even een lampje aangedaan. De kleurstelling van de maand juli voor de garen set. De grote streng is deze geworden. Dit is gewoon een Diva Sock Star. Dat is merino met nylon en de kleur is Turning Back Time. Met paarsen en lila's en een beetje dat mauve en wat grijsblauwe en wat lichtere stukjes erin.
En hetgeen waar ik eigenlijk de meeste moeite mee had, was om een bijpassende streng, mini-streng te vinden. Maar dat is uiteindelijk, ik heb van alles erbij gehouden, uiteindelijk is het deze geworden. En dat is de kleur Peppernuts. En deze kleuren samen, ik hoop dat je dat kunt zien. De kleur Peppernuts die maakt dat de kleuren van de grote streng nog meer poppen. En dat, dus ik ben in dit geval gegaan voor het contrast wat het geeft. In plaats van dat ik een kleur die al in de streng zit eruit haal en vergroot, heb ik nu dus echt gekozen voor een contrastkleur. Maar dit is degene die er het beste bij paste. Dus, Turning Back Time. Met daarbij de Peppernuts. Die liggen dus in de shop vanaf maandag. Dus vanaf het moment dat je dit ziet, liggen er een aantal strengen in de shop. En het is dan de 5e, dus... Zo rond de 19e komt dan de tweede batch online te staan op het moment dat de eerste batch uitverkocht is. Dan zijn er nog een aantal spinwolletjes over van vorige week die ik in de shop had geplaatst. Deze bijvoorbeeld, dit is de Diva BFL Blueface Lester in de kleur Slam Dunk. Daar heb ik er nog 3 van. Dan... deze, dit is de Diva Smooth Soy. Dat is die merino met sojazijde in de kleur Fairground. En daar heb ik er nog 2 van over. En dan heb ik nog deze. Dit is ook de Smooth Soy. En dit is de kleur Vista. En daar heb ik er nog 1 van over. Dus het is best wel hard gegaan sinds vorige week. Want een aantal kleuren zijn al uitverkocht. En ja, dit zijn dus de wolletjes die er op dit moment nog zijn. Stom genoeg heb ik de Rolex van vorige week die ik liet zien, had ik wel in de shop geplaatst. Maar ik heb vergeten ze te publiceren. Dus dat betekent dat ze klaar stonden, maar dat ze dus nooit in de shop verschenen zijn aan de buitenkant. Ze stonden aan de achterkant, stonden ze al wel klaar. Ja goed, je moet natuurlijk wel op publiceren drukken, want anders dan heeft het niet zoveel zin. Ik zal de foto's er nog even bij pakken, want ik had 3 verschillende kleuren. En die staan op dit moment dus ook in de shop nog. Dus ja, echt, hoe suf kun je nou zijn om ze wel te fotograferen, de hele post te schrijven en dan klaar te zetten. En dan vervolgens vergeet je om op publiceren te drukken. Ja, dat gebeurt als je heel erg druk bent. En als laatste zijn er weer nieuwe Gleaners binnengekomen. En de Gleaner, dat is een pluizendief uit Canada. Die is daar ontworpen en daar wordt hij ook geproduceerd. En hoewel er op dit moment nu een hittegolf aan de hand is in Canada, weten de Canadezen wel heel goed ook van wat extreme kou is. En hebben ze dus ook heel veel ervaring in warme, wollige kleding. Die onderhouden moet worden, zoals truien, sjaals en mutsen en zo. Ik zal even de plaatjes laten zien. De Gleaner, hij is er in 2 kleuren. In het turquoise en in het slate blue. De Gleaner heeft 3 opzetstukken. Een fine, een medium en een bulky. En de eerste die is om de kleinste pilletjes van fijne stoffen af te halen. Zoals bijvoorbeeld t-shirt stoffen, viscose of zelfs zijdeblends. En zomerbreisels van fijngaren bijvoorbeeld. Het tweede opzetstuk is voor de medium pilletjes. Op je handgebreide truien, handschoenen, mutsen en sjaals en zo. Van cashmere, merino en de fijnere wolsoorten. En het werkt bijvoorbeeld ook heel fijn op vlies. En de derde is voor grove pillen, voor dikkere wol, wolblends en ook synthetische stoffen bijvoorbeeld. Geweven stoffen en dat soort dingen. Die stof die wat meer kan hebben, want er zit best wel een verschil. Ik zal ze hier nog even laten zien tussen de verschillende opzetstukken. En ik zelf gebruik de middelste eigenlijk het meeste. En dat zeg ik wel, maar wat ik eigenlijk het meeste gebruik is de achterkant.
de achterkant van de cleaner. Want de andere kant is een harenborstel. En die kant is echt onmisbaar als je net zoals ik van die harige monsters rond hebt lopen in huis. Die echt overal hun haren achterlaten. En die zonder blikken of blozen hun lijf overal langs halen. Zoals bijvoorbeeld je beddengoed, je kussens, je bank, je kleding, alles. En ik gebruik de cleaner dus ook voornamelijk op mijn bank. Ik heb een stoffen bank en als de katten daarop liggen, en zeker met dit weer, ze zijn ongelooflijk in de rui, dan krijg je die haren er eigenlijk met de stofzuiger niet goed af. De cleaner, die krijgt het er wel af. En dat vind ik echt heel, heel erg bijzonder. En daar gebruik ik hem dus eigenlijk het meest voor. Want ja, je breisels, die hoef je eigenlijk maar één keer per jaar te behandelen tegen de pilletjes. En dat is voordat je ze zeg maar voor de zomerperiode in de kast stopt. Dan zorg je dat alles lekker gelucht is. En dan behandel je even je gebreide artikelen dus met de cleaner om de pilletjes eraf te halen. Zodat als het weer kouder wordt, je het eigenlijk zo meteen kunt aantrekken. Dan hoef je het dan niet eerst te doen. Maar ik vind nog steeds, ja, dus het werkt niet op batterij, het werkt gewoon op mankracht. Dus je moet zelf gewoon heen en weer gaan. Maar wat ik heel fijn van de cleaner vind, is gewoon dat hij echt de pilletjes eraf haalt. En nou ja, het vreet dus geen batterijen. En die batterijen dingen, nou, ik heb er echt al tientallen gehad, die werken gewoon niet. Die trekken alleen maar aan die pilletjes in plaats van dat ze ze echt afsnijden. En ik heb ook wel scheermesjes geprobeerd. Ja, nou, hoe eng is dat je met scheermesje over je breisel heen gaat? Nou, en uiteindelijk heb ik een aantal jaren geleden kwam ik mensen van Gleaner tegen op de beurs in Keulen. En nou, toen heb ik de gok gewoon genomen om een aantal van die dingen te bestellen. En ja, ik ben er nog steeds super blij mee. En met mij vele anderen. Helaas is hij er maar in twee kleuren. De Europese markt is voor hun. Ze leveren natuurlijk heel veel in Amerika en in Canada en zo. En de Europese markt was in eerste instantie niet echt heel interessant voor ze. Maar goed, ze merken nu toch wel dat het ook in Europa best wel begint aan te trekken. Dus er zijn inmiddels twee kleuren. De Slate Blue en de Turquoise. En ik hoop dat ze ook de andere kleuren die ze in Amerika wel hebben hier ook kunnen leveren binnenkort. En daarnaast, die opzetstukken, die kun je niet bijkopen. Kun je niet los bijkopen. Niet hier in Europa in ieder geval. Dat moet je via Amerika doen. Of via Canada. Maar dat is dan weer niet te betalen. En dat is iets wat ik wel al meerdere jaren al aangeef. Van luister eens even. Want het slijt wel uiteindelijk. Je doet heel lang met zo'n ding hoor. Ik doe al ruim 3 jaar met die van mij. En nu heb ik zoiets van ja, nou begint het middengedeelte. Dus zeg maar de medium pillenverwijderaar. Die begint nu wel te slijten. En dat is ook logisch. Want je gaat wel heen en weer met dat ding. Dus ja, dat het slijt is logisch. Maar dan moet je dus eigenlijk een hele nieuwe kopen om dat te vervangen. Nou, dus ik heb daar, loop ik ze al jaren zeg maar een beetje achter de vodden aan van hey, wij in Europa gebruiken die dingen ook, maar wij willen ook heel graag die opzetstukken gewoon apart kunnen kopen. Dus daar zijn ze nu mee bezig, als het goed is. Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte. Mocht je deze dus nog niet hebben, kennen of wat dan ook, op de website vind je meer informatie. En ik heb van beide, heb ik er nu op dit moment 12 in de shop liggen, dus 24 totaal van beide kleuren. En het is echt een aanrader. En dat roep ik echt niet zomaar. Ik noem dit altijd, het is de enige pluizendief waar je wel blij van wordt. Dat is mijn mening natuurlijk. Goed, dat was het weer voor vandaag. Alle gegevens en info vind je natuurlijk straks terug op mijn in de show notes. De link naar de show notes die vind je hier straks onderin terug in de beschrijving. Geef even een duimpje omhoog als je het weer leuk vond om te kijken. Dat helpt enorm om mij zeg maar ook aan andere mensen te laten zien die toevallig aan het surfen zijn op YouTube.
En ben je nou nog niet geabonneerd, klik dan even op het rode knopje hieronder. En dan kun je ook nog het belletje aanklikken en dan krijg je een notificatie op het moment dat ik een nieuwe podcast online zet. Ik wens jullie in ieder geval nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer je ook maar zit te kijken. En dan tot volgende week maar weer. Doei!